The best way to predict the future is to create it. Dit is een quote van Peter Drucker. En ik wilde hem omkeren in deze vlog, waarin ik het wil hebben over jouw toekomst. Mijn statement is, the best way to create the future is to predict it. Ga met me mee naar mijn atelier, dan vertel ik je meer. Speciaal voor Kunstenaar Magazine, Peter Maasdam, hier in het Amsterdam Art Center, in mijn eigen atelier. Hoe creëer jij jouw toekomst? In deze vlog wil ik het daarover hebben. Nou, ten eerste, als jij heel erg tevreden bent met waar jij nu bent op dit moment, ja, dan wil je misschien maar één ding, dat is zorgen dat je gewoon lekker doorleeft zo en dat het niet achteruit gaat. Maar stel dat jij nog wensen hebt, dat je meer succesvol wil zijn, meer jouw creativiteit wil delen en grotere impact wil maken en er meer geld wil verdienen met jouw creativiteit, dan is het belangrijk om stil te staan hoe een mens in staat is zijn toekomst te beïnvloeden. Misschien zou een van de eerste vragen moeten zijn, is de toekomst wel maakbaar? Nou, als je terugkijkt naar de evolutie van de mens, dan waren we vroeger vooral bezig met te overleven. En dan waren we hartstikke blij als we iedere dag te eten en te drinken hadden. Een warme cave, een grot waar we in terug konden trekken, vuur, kleding. En dan waren we oké. En zeker als we nog voor de dag daarna ook nog een beetje eten hadden, dan waren we helemaal goed bezig. Op dit moment in de geschiedenis van de mensheid is er schijfruimte ter beschikking gekomen op de harde schijf van onze mensheid. En dat betekent dat we niet iedere dag maar bezig zijn om te survivalen, oftewel in die eerste lagen van de piramide van Maslow te zijn. Dat legt een soort verantwoordelijkheid bij ons, want dit realiseren we. En we staan ook steeds meer stil bij het feit dat we er op een gegeven moment niet meer zijn in ons leven. En dat we terug kunnen kijken. En dat legt druk op dit moment om er ons mooiste leven van te maken. De vraag is, hoe werkt dat? Een van de belangrijkste aspecten om jouw mooiste toekomst te creëren is bewustzijn. Het bewustzijn dat vandaag de toekomst is uit jouw verleden bijvoorbeeld. Vandaag is de toekomst uit jouw verleden. De situatie waarin jij vandaag bent is opgebouwd uit de bouwstenen die jij in je verleden hebt gemaakt. Maar om hem nog eventjes gekker te maken, vandaag is ook het verleden van jouw toekomst. Oftewel, vandaag moet jij de bouwstenen maken voor jouw toekomst. Confucius heeft een prachtige uitspraak gedaan en die heeft gezegd, wat is het beste moment om een boom te planten? Nou, het beste moment om een boom te planten is 10 jaar geleden. En dan zegt hij, maar wat is het twee na beste moment om een boom te planten? En dat is vandaag. Vandaag leg jij de basis voor jouw toekomst. Dus dit is de eerste realisatie die super belangrijk is om jouw toekomst te creëren. Want je creëert je toekomst altijd vanuit het nu. Tweede ontzettend belangrijke aspect is, je moet een idee krijgen wat jij een mooie toekomst zou vinden. En het rare is, je kan dat wel niet doen en de dag heel mindful ingaan en de toekomst ook heel mindful ingaan. En dan zal de toekomst altijd zijn wat het is. Zonder dat je ooit een uitspraak gedaan hebt. Het idee is dat je dan nooit teleurgesteld zou kunnen worden. En dat is de grote vraag. Want heel veel ondernemers doen bijvoorbeeld geen uitspraak over de omzet die ze heel graag zouden willen maken. Dan heb je altijd gelijk, want de omzet is altijd de omzet van dat jaar. Maar aan de andere kant zijn ze dan ook vaak, ik had eigenlijk wel wat meer gehoopt en zijn ze ontevreden. En dat is het grote probleem. En ik zeg, durf een uitspraak te doen over de toekomst. So the best way to create the future is to predict it. En dat betekent, durf een uitspraak te doen over jouw omzet. En hou dat iedere maand in de gaten. Dus het einde van het jaar zit eraan te komen. 2020 staat op de valreep door te breken. Durf nou eens terug te kijken naar de afgelopen jaren en durf eens een uitspraak te doen naar de toekomst toe. Wat is jouw ideale omzet voor 2020? En als je dan toch goed bezig bent, hak dat bijvoorbeeld in 12 of in 10 maanden. Je 2 maanden lekker vakantie. En hou dat dan gedurende dat jaar eens in de gaten of je daar in de buurt komt. Je kan er beter maar in contact zijn gedurende zo'n heel jaar, dan dat je op 1 januari zit van, nou, dit was een tegenvallend jaar en je kan er niks meer aan doen. Oké, dit zijn mijn tips voor beter ondernemerschap en to create your best future. Ik zou zeggen, blijf mooie dingen maken en een heel tof 2020 gewenst vast. Hoi!